Vandaag iedereen vraagt dat om drastische maatregelen. Dit is de tuin. Met een groot zwembad voor de kinderen. Daardoor heb ik weinig plaats. Maar goed. Alles koud. De zwemmer is hier beland eigenlijk door een miskoop, omdat ik dacht die was kleiner. Maar ik heb me dus verrekend en daardoor moeten we hem dus zo plaatsen dat we eigenlijk twee maanden van het jaar geen plaats hebben omdat de kinderen hier kunnen zwemmen, zeg maar. Maar ja, goed. Ze genieten ervan, denk ik. Dus ja. En dat is niet het enige wat er te beleven valt. De Buddenbrugtuin is omgebouwd tot volwaardig pretpark. We hebben hier het andere zwembad, maar dit is voor de kleinere kinderen. In de vakantie is het erg fijn om toch een soort speeltuinidee te hebben voor de kinderen, omdat je niet altijd weg kan. En dat er dan af en toe gewonden vallen, dat hoort erbij. En nou dan, en nou dan, en nou dan. Dit is niet expres. Hè? Goed. Siobhan, doe jij die helft, doet hij deze helft, ja? Kom, kun je die makkelijk delen? Doe maar springen hier. Doe jij maar hiervoor springen dan. Hey. Nee. Dit is heerlijk. Met de kleintjes hier achter buiten. Je zit niet de hele dag met ze binnen. En, ze zijn s'avonds moe. Als je met ze buiten bent geweest, dan slapen ze lekker. Daar geniet ik wel van. Rotterdam is nog niet wakker. Maar bij papa Jay is er al beweging in de slaapkamer. Die ontwaakt deze ochtend naast een vrouw. Ik lag met mijn moeder in bed. Vertel hoeveel stress ik heb. Het is zomervakantie en deze alleenstaande vader wil met zijn vijf kinderen naar het pretpark vandaag. Gelukkig zijn de ouders van Jay over vanuit Curaçao voor de gezelligheid. Ik ben hier voor 2 maanden gekomen. Vakantie met vakantie. Ik kijk of ik elke jaar kan komen om hem een beetje vakantie te krijgen. Jay heeft heerlijk uitgeslapen. Nu zijn ouders er zijn om hem te helpen, kan Jay zich eindelijk ook weer eens een beetje kind voelen. Dit is je hemdje? Ja. Nou, dan moeten we deze hier. En dan doen we deze daar. Niet, hè? Gekke papa. Jay wil uiterlijk 9:30 de deur uit. En ook al is het vakantie, met 5 kinderen ben je nog steeds de hele tijd aan het delegeren. Waar is je korte spijkerbroek? Mijn spijkerbroek is in de kast. Pak het dan. Jij? In de kast. Pak het dan. In de kast. In de kast. Zult ons fouilleren, zo. Als je krijgt me. Je moet alles in de gaten houden. Je hebt 10 ogen. Omdat er zijn nu 2 onder de douche. En die kunnen zich wel alleen aankleden. En dan gaan we daar van Felix komen. Hè, Felix? Ja. Dus is het zwaar? Ik geef. Is normaal. Het moet gebeuren. Jordan, wil je je horloge omdoen? Wil je dat? Ja. Of vind je dat leuk? Of? Je draaien, zo. Ja? Zo, iedereen is aangekleed. Nu alleen Jay zelf nog. Ik ga even mezelf klaarmaken. Ja? Dit creëert rust. Dan ga ik mezelf opfrissen. Omdat anders gaat het niet, hè? Ja. Fijn hoor, even lekker opfrissen. Maar net op het moment dat Jay de badkamer in wil lopen. Hé, hey, wat is er aan de hand? Wij zijn vervelend. Vervelend. Niet voor jou. Nee, Jordan doet vervelend. Nee. Oké, okay, Jordan, samen dan, papi. Ja, zo mag maar. Ze mogen wel, maar ze doen vervelend. Niet doen vervelend. Komt er nu oorlog? Nee. In een laatste wanhopige poging zijn kroost bezig te houden, stuurt Jay hen naar beneden. Kom aan tafel. Kijk niet zo boos. De zon schijnt. Kijk zo boos. Mag ik? In de
rij met z'n allen in de rij. Hup, 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 hup. Danilo, kom je? Kom, hey, blijf maar springen. En als de kinderen vredig zitten te eten, onder toeziend oog van oma Imelda, kan Jay eindelijk zichzelf onder handen nemen. Gegeten? Ja? Als moeder kun je niet anders dan ontzettend trots zijn op zo'n zoon. Ik vind het een beetje zwaar voor hem, maar hij doet het. In naam van Jezus, hij doet het elke dag. Ik zie het. Het gaat goed, hoor. Ja. Kalita, mag ik die kommetje van jou? Nee, ik zoek even open. Hij is een strenge vader, maar ook een lieve vader. Ja. Streng is liefde, dat zei oma altijd tegen mij. Ik ben streng voor jou, omdat ik van je hou. Ja. Ja. Ook in Badmen is het zomervakantie. Papa Alex heeft 's ochtends even rustig boodschappen gedaan zonder kinderen. En aan die rust komt nu een einde. Ga jullie even helpen met de boodschap? Ja! Oké, hoppa! Hier, jij nou een chips maar. Nog meer? Hoeveel kan je meenemen? Hoeveel koekjes neem jij mee? Twee? Twee. Oké. Ze helpen me niet altijd met uitladen, hoor. Ze vinden het altijd wel heel leuk om te doen. Dus ach, hier heb ik de tijd ervoor. Dus ik denk van, ah, dan kunnen ze wel even helpen. Dames, waar zijn jullie? Nou, hier, doe jij die maar. Hier. Nee, die is heel zwaar. Doe maar tegen mama, opruimen. Mama, toch pijn. Opruimen, mama. Mama, mama. Even wachten. Even mijn hand leegmaken. Nou. Ja, heb je al je honden binnen? Ja, heb je helemaal goed gedaan. Ze hebben nog wel eens mooie krabben gedaan. Oké. Okay. Alex wordt nog even verwend door zijn vrouwen met een bak koffie en een Donald Duck. Wat wil een vader nog meer? Zachtjes. Ja, klaar? Dit is mijn baby. Kijk eens, gemaakt door Hiske, Aukje en Jinte. Even lekker knuffelen bij papa. Maar als de koffie op is, is het tijd voor actie. Ga ik met de bedjes bezig? Ga jij komen? Ja? Of ben jij heel lang bezig? In theorie niet. Misschien wat langer. Weet je, dan is het voordeel dat je dan voor het eten begint, dan kan je altijd na het eten nog verder. De vierling wordt bijna 3 en ze klimmen 's nachts uit hun bedjes. Dat is best knap met een slaapzak aan, maar het is vooral ook een beetje gevaarlijk. En dus besluit Alex om de hoge hekjes weg te halen. Geef mij de knipper maar. We gaan de bedjes losknippen, hè? Ja. Dan moeten jullie er niet meer overheen klimmen, dan kunnen jullie straks gewoon uit bed. Ja. Nou, zullen we eens even kijken? Even een bedje. Tadaa. Dit is voor ons de volgende stap voor hun. Dat ze nu zelf uit het bedje kunnen. Ja. Niet dat we ongeluk hebben gehad, maar om ongelukken te voorkomen kunnen ze straks zelf uit het bedje. Ze zijn nu mobiel en flexibel en ze kunnen van alles. Kan je er nou zo in het bedje? Ja. 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 Wie wil er nog meer zo'n bedje? Mama. Wil Eve kan alleen zo'n bedje? Of willen we er nog meer zo'n beetje hebben? Ik ook. Jij ook? Ik verwacht eigenlijk dat ze er of uitvallen, per ongeluk, of dat ze er uitgaan. Dus we zullen kijken. Ze hebben nog wel een slaapzakje aan. Dat beperkt hun meestal nog wel een beetje in hun bewegingsvrijheid. Maar je kan wel zien dat ze het heel leuk vinden. En omdat Jinte, Hiske, Aukje en Eefke graag helpen, gaat Alex klussen met 4 vrouwen. En dat is heel moedig van hem. En dan hebben ze het erover dat dit mannenwerk is. Dit is gewoon vrouwenwerk. Ja, draaien. Goed zo. Ja. Oh, wacht even. Draaien, draaien. Doe maar, Aukje, help maar mee. Zo. Zo, kijk. Gaan wij weer heel hard mama roepen? Ja. En dan gaan we dan verstoppen op het bedje, onder de dekens. Ja, ho, ho. Hey, hey, kom, eerst mama roepen. Mama. Anne. Mama. Verstoppen. Jinte, Jinte. Aukje, verstoppen. Op bed. Op bed, onder de dekens. Zo, onder de dekens, verstoppen. Zo, onder de dekens, verstoppen. Verstoppen. Hé, hey, waar zijn de kinderen nou? Hé, hey, was je daar? Hé, hey, was je er wel? Ik mag je klein.
Het heeft de meiden en Alex bloed, zweet en tranen gekost. Maar Anne heeft toch nog zo haar bedenkingen bij deze nieuwe opstelling. Hey, heb je ze bewust zo staan of wil je ze nog anders hebben staan? Wie ligt daar? Ik denk van ik zet ze eerst zo neer en dan kan er altijd wel een discussie over komen hoe ze moeten. Nou, bij deze begin open ik de discussie. Ik vind ze zo mooi staan. Is dit nog eng, zeg maar? Nee, ik doe er straks nog tie-wraps tussen. Ja, dat snap ik. Maar ik vind dit een beetje eng, zeg maar. Ik ben bang dat daar wat meer gaat gebeuren. Aan haar vingers of handen. Of, nou ja, ik zie het al helemaal voor me. Dus dan, dat kan je voorkomen door de bedjes anders neer te zetten, zeg maar. Jij denkt dat dat niet nodig is? Oh ja, ik kan altijd een vinger tussen, maar... Alex balanceert op het randje van een zenuwinzinking. Dus Anne besluit er maar over op te houden. Klaar! Als ik het zo hoor, dan wordt het een rumoerige nacht. Want jullie klimmen en klauteren het bedjes uit, hè? Dan kan je beter zelf eruit, hoor. Dan kan je ook niet vallen. Ja, zullen we eten? Bij de familie Lopez zijn de haartjes gekamd, de tandjes gepoetst en zit iedereen lekker onder de body lotion. Dus kunnen ze eindelijk op weg naar het pretpark. Jordan heb je niet pijn gedaan. Jij gaat gewoon lekker zitten. Iedereen zit in zijn eigen stoel. Er voorkomt een hoop ruzie en meningsverschil. En zo kan je gewoon lekker rustig rijden. Op reis! We gaan op reis? We gaan racen. De kinderen bepalen, op het algemeen. En het is daar ook vaak kindermuziek. Nou, de mensen niet moeilijk, heb je geen autorijden. Van jou hoor ik. Wil jullie het zelf vertellen wat je leuk vindt? Kleintje, verhaaltjes, K3. Marrakesh. Marrakesh. En Vieke Duurde. En wat nog meer? Een liedje van Kaas. Ja, Kaas, ja. De rapmuziek wat we luisteren, daar irriteren wij ons maar. Ja, niet alle liedjes trouwens. Nee, niet alle liedjes, maar sommige, ja. Pull up, gas. Van het snappie of zo, dan word ik niet meer zo blij. Snappie de krokodil. Ja, nee. De Chichiwa, die deed de tijd in de auto. Nee, daar word ik wel niet blij van. Alles hier is tempo. Sowieso alles hier in het is tempo. Alles hier is tempo. Tempo. Met een lekker nummertje aan entertaint Jason Kroos tijdens de lange rit. Zelfs de 3-jarige Felice rapt moeiteloos mee. Maar soms duren de ritten toch echt heel erg lang. En dan zit er als kind nog maar één ding op. En dat is klieren. Wacht even, papa. Geef een oma. Tata, de kauwgom is in mijn rug gevallen. Felix, niet meer doen. Niet meer doen. Ga zitten naar achteren nu. Niet meer doen. Dankzij het koelbloedige optreden van opa Tony is een kauwgomramp voorkomen... en lijkt het dolfinarium alweer een stukje dichterbij. Jordan, wat kunnen we allemaal zien in het dolfinarium, Talita? Haaien. Ja? Okay. En haaien. Wat kunnen we zien? Haaien. Haaien, niet allemaal tegelijk. Jordan, wat kun je allemaal zien in het dolfinarium? Haaien. Apen toch ook? Zijn er geen apen daar? Nee, pinguïns. Pinguïns? Die in water leven zien we daar dadelijk. Papa, eentjes. Eentjes? Ja. Ja? Hey, je gaat nat worden zo. Die show, die dolfijn. Je moet een handdoek bij hebben hoor, je wordt nat. Die dolfijn gaat zo doen. En zoals bij elke volwaardige autorit met kinderen... kan ook de volgende vraag natuurlijk niet ontbreken. Ja? Heel veel minuten nog. Ook al hebben ze veel ervaring, ook voor Rob en Tyla is een bezoekje aan de verloskundige nog steeds erg spannend. De baby is nog niet ingedaald en daar maakt Tyla zich grote zorgen om. Als de vliezen dan breken, moet je meteen gaan plat liggen, waar je ook bent. En helemaal lekker voelt ze zich niet. Het is de 10e zwangerschap, 10e kindje. Dus ik vind het wel wat zwaar. Dat wel. Ja. Ik moet nog
een week. Ik ben morgen 39 weken zwanger. Ik ben moe en heb veel last van harde buiken, maar ja, het hoort erbij. Ik ken wel bijna ons halve leven kennen we elkaar zwanger. Dus, maar het blijft natuurlijk altijd spannend. Maar dat ontdoet niet van het feit dat ik toch blij ben. Het zijn de laatste loodjes en die wegen het zwaarst. Ja. Daar krijgen we wat moois voor terug, toch? Hallo, hey. Hey. Tata, kom maar. Ja. Hoi, welkom. Kom lekker zitten. Nou, hoe gaat-ie? Zwaar, denk ik, hè? Laatste stukje. Ja. Nou, we zijn bijna klaar. Nog een weekje. Top ik. Ja, hè? Hopen we, ja. Wanneer kwamen de andere kindjes al een beetje op tijd? Het wisselde. We zijn er ook stout geweest, die bleven heel lang zitten. Gaat thuis allemaal goed? Alles in orde? Niet. Heb je wel een beetje hulp van de grote kids? Nee, bijna niet. Echt niet? Oh my god, alleen al die was en die strijk. Ja. Nou, iedereen aan het wachten? Ja, dat klopt. Al is de reden voor die spanning nu even wat anders. Terwijl Rob en Tyla niet vermoedend bij de verloskundige zitten, organiseert oma Astrid, de moeder van Tyla, samen met de kinderen voor het eerst een baby shower. En na 9 zwangerschappen kan dat niet anders dan een enorme verrassing zijn. De vorige keer, hè, dat hoort een beetje bij de zoveelste zwangerschap, was het kindje nog niet ingedaald. Nee. Dat is op zich prima, want je hebt bewezen heel vaak dat je gewoon kunt bevallen. Maar het is voor ons wel een puntje van aandacht, dus daar gaan we ook weer eventjes naar kijken en naar voelen. Voorzichtig. Wat doen we erop? Gaan we eens kijken. Super, 120-70. Oeh, een jonge meidenbloeddruk heb je. Nee. Kom maar, mag je gaan liggen. Hij zit er een beetje in. Wauw. Dat voelde ik dus. Ja, heb je een beetje harde buiken? Ja. Ja, hij zit erin. Hij is ingedaald. Niet helemaal, maar ver genoeg. Dus als nu de vliezen breken, vinden we dat niet meer zo eng. Hier zit een handje. Het zou zomaar kunnen dat hij het handje bij het gezichtje heeft. Die is er altijd. Ja. Super. Mag jij je vrouw even omhoog hijsen? Nee, ja. Voorzichtig, even rustig blijven zitten. Yep, kom maar. Nou, mama is een beetje moe, dat zet ik erbij. Maar ja, dat snappen we wel, denk ik. En dan moeten we maar even wachten wat er gaat gebeuren. Hoe kijk je naar de bevalling, Tyla, de zoveelste? Ik kijk er tegenop. Ja, dat denk ik. Ja. Want je hebt een paar makkelijke gehad, maar ook een paar moeilijke, ja, hè? Ja. Ik kan je daar eigenlijk niet mee helpen, want ik kan jou niks wijsmaken. Je weet het precies. En we weten gewoon niet, wordt het makkelijker, wordt het een moeilijke bevalling? Ja, ja. Goed, hé. Zien we elkaar kalm of volgende week? Ja, ja, is goed. Oké, tot ziens. Tot ziens, hè. We komen met een opgelucht gevonden buiten. Het idee dat nou alles goed gaat. Kleine ingedaald. Kleine is ingedaald, dat is het allerbelangrijkste. Ja, dat ik niet gelijk hoef te liggen. Dat is onze grootste zorg, dat wel. Ja. Ik ben een oude man, ik kan niet veel lopen. Nee. Ik ben zwanger, jij niet. Ah, ja, dat klopt. Het is lastig. Het is echt lastig, vind ik. Als ik zo jong, dat het al moet beginnen schijnbaar, zo jong. Terwijl ik zoiets heb van... Ja. Nu, vooral met het ongesteldheid en Danilo ook begint. Haar onder de oksel en hij voelt bewegingen en dan... Ga je praten? Ik weet echt niet hoe een baby in de buik komt. Weet jij het, Talita? Nee, nog niet. Op zijn plein worden gewoon condooms uitgedeeld voor weet ik veel. En dan, papa, wat is dat? Snap je? Die condoom, zijn werk, waarvoor is het? Snap je? En Danilo is iets van, hè, komt dat echt uit? Dan dacht ik, we zijn nog niet zo ver. Het is geen yoghurt, het is geen melk. Laat het, omdat ik kan je dat niet laten zien. Weet je, doe die dingen in de vatwasser en laten we opschieten en we gaan naar bed. En soms zitten we te eten en in één keer, papa heeft een pino. En dan zitten we aan tafel, nou, pino, ja, oké. Okay, ja, papa, hè, wat heb jij dan? Ja, ik heb een spleetje. Ja. En dan gaan we de hele familie af, opa, oma, weet ik van wie wat is. Maar dat hebben ze tegenwoordig heel goed door van wie er wat heeft.
een zaadje van mijn vader en een eitje van mijn moeder. Dan gaan ze op elkaar liggen. Dan komt het zaadje, komt naar het eitje en dan ja, gaat het groeien tot een baby. Na een lange en enerverende rit is de familie Lopez eindelijk aangekomen op hun bestemming. Opa en oma kunnen hun stramme beentjes trekken en de kinderen kunnen los. Iedereen wil natuurlijk zijn eigen gang gaan. Maar ze mogen uit zicht, ze mogen rondlopen, maar in mijn oogzicht. Dus ik moet het wel in de gaten kunnen houden. Maar voor iedereen echt los kan gaan in het attractiepark, moet er eerst nog even een praktisch probleem worden opgelost. Iemand moet plassen? Ja. Ik moet ook plassen. Moet jij plassen? Ja. We gaan plassen. Blijf jij bij oma? Danilo, moet jij plassen? Nee, is gratis, hè? Kom, blijf jij bij opa en oma? Kom, we gaan het toilet zoeken. Jordan, kom daar. We gaan het toilet die kant zoeken. Jairo, daar toch naar binnen. Hier, blijf bij oma. Tja, wc's, waar verstoppen ze die dingen tegenwoordig? Daar. Daar is W en een Z. Ren even sneller, oma. Jij bent sneller. Net op tijd een toilet gevonden. Een verlossend moment. Normaal gesproken zijn Jay's ouders er niet bij en dan zijn dit soort situaties een aartsmoeilijke missie. Je moet twee moet je sowieso altijd helpen. Zijn er twee die ik moet sowieso helpen. En dan is het een kwestie van plannen, inschuiven en even wachten. En dan en plassen maar. En dan ja, ik mis nog twee armen hier ergens of zoiets. Die, maar gaat goed. Liefde. Ja, maar met vijf kinderen gaat het nooit lang goed. Ja, ja, ja. We zijn het. Je hand. Ja, en nu? Waar heb je pijn? Hier. Kusje erop en klaar. In Heerlen is de spanning bij de 8 thuiswonende kinderen te snijden. Dit wordt mama's eerste babyshower, dus hoe zal ze reageren? Oma was een periode slecht te been en heeft geen auto. Daardoor hebben zij en Tyler elkaar een tijd niet gezien. En dat maakt de verrassing zometeen nog veel groter. De kinderen zijn vol spanning aan het wachten wanneer de babyshow begint. Papa en mama komt. En rustig afwachten is niet bepaald hun specialiteit. Vooral de 2-jarige Gideon worstelt met zijn zelfbeheersing. Nog eens weg van hem. Niet gooien. Ik vind het best wel heel spannend, want het is de eerste keer voor Tayla dat er een babyshower is. Dus naar 9 kinderen is dat de eerste babyshower. Dat is de verrassing. Oh, hij zit vast. Hij zit vastgeplakt. Dat is de verrassing voor dadelijk. Een echte meisjestaart. Ja, een echte meisjestaart. Lusten jullie niet? Oma krijgt het flink te verduren bij de gespannen buddenbroekjes. Zoals ze nu op dit moment doen. Nee, ze zijn echt druk. Hé, boefies? En dan komen mama en papa eindelijk terug van de verloskundige. Hoe zullen ze reageren? Tayla heeft haar moeder behoorlijk gemist de afgelopen tijd. Want als je hoogzwanger bent, zelfs al is het van de 10e, dan wil je gewoon je moeder in de buurt. Ik sta verstopt om mijn dochter te verrassen, want ze weet niet dat ik hier ben. Ik ga ervan genieten. Als ik er in mijn armen kan nemen weer. Ik heb het heel erg gemist. Waar was jij? Bij de babycake. Ja. Wat hebben jullie gedaan? Versierd. Versierd? Hey. Dat is echt verwarmd. Lekker, hè? Goed gelukt. Huilen. Ja, goed zitten. En met de meid, alles goed? Het is ingedaald. Oh, dus Caroline, maar dat zei ik toch al.
zei ik al, ik was al bang dat het zo tegen dit weekend zou gaan beginnen. Oh. Ja. Ben je vrij, Doos? Hè? Ja, ik komt ben het zusje. Zijn. We hebben het allemaal gedaan. Miguel, ja. Jorianne. Allemaal voor mama. Charianne. Jorianne? Ja. En Miguel. En Miguel. En Charianne. Ja. Hè? Mama! Dat is voor mij. Ja, alleen. Alleen voor jou. Alleen voor mij? Ja. Oh, dus jullie helpen niet mee? Ja. Ja? Kijk, kijk. Wat is dat? Het is een soort van kus of zo. Is het mijn kras? Zien jullie dat? Voor de baby kussen. Dat is voor de baby, ja. We gaan de baby in slapen. Ja. Mooi, hè? Oh, ja. Knuffel? Jullie doen alsof jullie nooit wat te snoepen krijgen. We hebben een verrassing voor jou, maar je moet wel even je ogen dicht houden. Kun je wat zien? Nee. Vraag maar of ze de ogen dicht hebben. Ja, ja. Voorzichtig. Oh. Zet hem op de tafel. En nu mag je kijken. Nee. Nee, nu mag je kijken. Zeg maar, nu mag je kijken. Mag je kijken? Oh. Wat is dat? Daar. Oh. Nee. En dat lust jij zeker niet. Dit is helemaal voor mama, goed? De grote jongens, gaan jullie even mee? Met, en de Charianne ook. Even een vest pakken, bordjes pakken en vorkjes. En dan gaat mama de taart aansnijden. Het is heel leuk om heel veel kleinkinderen te hebben, zoveel. De ene is wat moeilijker als de andere. Ik neem petje af voor Tyla, maar ook voorop hoe ze de kinderen toch opvoeden. Mama vindt het heel lief van jullie. Mama is ook heel erg blij, ja. Toch veel gedaan. Kan je toch zien dat mama lieve kinderen heeft, toch? Ik heb geen moeite mee dat mijn dochter zwanger is van de tiende. Het is hun keuze. Hun moeten de kinderen opvoeden, niet ik. Maar of het nou 10 wordt, of 11 wordt, of 12 wordt... zolang als hun maar gelukkig zijn. De laatste dagen zijn spannend nou, hè? Wordt spannend nou, toch? Dat babyzusje komt. Vind je het niet spannend? Nee, ik vind het niet spannend, maar heel spannend. Dat papa aan jullie bed staat. We gaan nu... naar het ziekenhuis. Allemaal uit bed. Ik zou er niet verwacht van staan als er nog nummer 11 zou komen. Na nummer 9 zeiden ze, of eigenlijk na nummer 7 zeiden ze al, er komt er geen meer. Toen kwam nummer 8, komt er geen meer. Toen kwam nummer 9, komt er geen meer. En dan komt nummer 10. En ik hoop niet dat ze zeggen, er komt er geen één meer, want dan komt er meestal weer eentje. Maar het is hun keuze, het is hun leven, het is hun zorg. En ik mag er alleen maar van genieten. Ik was volgens mij meer zo ingesteld, zo van 1 of 2 kinderen is klaar, is goed. Zo, ja. Ja. Ja, ik zou het wel leuk vinden als de tijd en het is een gezonde relatie en je kan echt serieus met elkaar bouwen. En de laatste 4 zijn... niet gepland, een geschenk, maar zeer zeg maar. Welkom. Ja. Ja, een geschenk. Het was niet gepland. Het was echt niet zo van, oh, ik wil graag helemaal niet. Maar ja, sommige dingen hebben we niet in de hand, hè. Dat zie je wel. Ja, dat is ook weer een bewijs. Hè. Dat, ja. Maar ze zijn zeer welkom. Ja. Nee, ik denk dat papa en mama niet nog een baby willen, want dat is al veel te druk. Daarvoor? En anders, ja, en als we dan ergens heen willen met z'n allen, dan moeten gewoon 2 auto's. En als papa dan op het werk is, dan hebben we 1 bus en er kunnen maar 8 in. Dus dat zou wel helemaal niet passen. Als je een vrouw tegenkomt die geen kind zou hebben en die wel de kinderwens zou... die wel een kinderwens hebt en je kiest om verder te gaan in het leven... ja, dan heb je een hele grote kans dat ze nog 3 gaat baren, ja. Niet 1, maar 3. ik weet niet dat het 3 wordt, hoor, maar... Maar het zou wel leuk zijn. Intussen is voor papa Jay en zijn familie het genieten begonnen. Ik vind het leuk dat mijn ouders erbij zijn. Ik ben blij, hun zijn blij en dan gaat opa en oma in investeren. Ga ik ergens slapen in een hoekje. Dan kan ik even rusten, nu kom ik tot mijn rust. Kom jongens, die kant.
Kijk. Voorzichtig. Talita, heb je gezien? Durf je mee te zwemmen? Ja. Jawel. Jij wel. Nee, dat kan niet. Mooi, hè? Kijk, kijk, kijk. Felix, kijk. Kijk. Kijk zo'n snor. Moet papa ook zo'n snor? Kijk, kijk, kijk zo'n snor. Moet opa zo'n snor hebben? Ik? Zo'n grote snor? Ja, dan kan papa je een kusje mee geven. Au, 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 au. Bij de familie Adema is het bijna bedtijd voor de vierling. Dat moment wordt gezellig ingeluid met een gezamenlijke potjessessie. Eefke. Eefke. Kom. Met mama. Ja. Nou, potje mee. Jente. Hey, hallo, verslaafde. Kom. Hey, dit is wel een beetje ons avondritueel. Nog even rustig zitten. De kinderen voor de tv op hun potjes. En dan straks lekker naar bed. Lekker slapen in jullie nieuwe bedje. Lekker slapen, ja. Nou, Alex klinkt nu nog erg optimistisch. Eerst nog 4 keer tanden poetsen en pyjamaatjes aantrekken. En met 4 vermoeide peuters gaat dat niet altijd van een leien dakje. En mond open, ogen dicht. En wat zeggen we dan? Poetsje over mij. Ben je niet meer op weg? Poetsen, 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 poetsen. Hé, hey, daar gaan we niet doen, hè? Hé, hey, dat doen we niet. Zeg je even sorry tegen Jinte? Sorry. Ja. Oké, okay, en even een kusje. Dat is toch wel leuk. De hekloze bedjes worden tot nu toe nog steeds enthousiast onthaald. Oh, ga je even bij Yves op bed zitten? Want dan kunnen we wel een mooi verhaaltje lezen zo, hè? Hier van Dikkie Dik? Ja, nou, dan doen we even helpen. Morgen is de grote dag dat Dikkie Dik logeren mag. En waar is Beer? Daar! Ah. Nee, waar is de staart van de beer? Een kleine. Goed zo, een kleine staart. Dag, Dikkie Dik. Dag, lieve beer. Dag, poesmuis. Tot de volgende keer. Yeah. Nou, Eefke liggen, Iske liggen, zo. Moet je een beetje wennen dat er geen hek zit? Nee? Nog een kusje. Moet papa jou dan? Iske ligt gegaan. Eefke, mag ik jou nog een kusje geven? Papa. Dat was altijd heel moeilijk. Nou, liggen. Nee, ik ga niet bij jou in bed slapen. Kijk nog een knuffel. Oh, jullie moeten wel wennen, hè, aan die hekjes eraf. Vooral Aukje heeft moeite met de verandering. Ik weet dat jij een beetje moet wennen en ik weet dat jij het een beetje gek vindt. Hé. Hey. Je vindt het een beetje gek, hè, zonder hekje. Maar kom wel goed, schat. Dat kan jij. Welterusten. Nou, ben benieuwd. Iske, je valt eruit zo. Ik ben wel benieuwd hoeveel er vannacht nog in hun bedjes liggen. Ze kronkelen altijd de hele nacht hun bedjes door. Dus ik ben benieuwd hoeveel er nog in hun bedjes liggen de volgende keer als we kijken vannacht. Jij bent de VIP dadelijk. Dan kan je daar zo zitten. Wil je op de VIP-bank? Ga dan, op de VIP-bank. Ja, tuurlijk mag dat. Oma, opa, VIP-bank, daar moeten jullie zitten. Jullie zijn VIP. Ga je niet? Danilo en Talita mogen op de VIP-bank. De vraag is of ze daar blij mee moeten zijn. Als je bank zitten, maar dan kun je wel nat worden. Ja? Je wordt toch VIP?
VIP. Dat is leuk hoor, alleen mijn schoenen zijn nat. Ja, we gaan Jaap op zoek aan. Ja, hij mag. Maakt niet uit. Dat is leuk. Nog een paar kippetjes erin en Jay kan terugkijken op weer een vakantiedag overleefd. Zitten we ook bijna vroeg naar bed. Zolang hun naar hun zin hebben gehad, is het voor mij goed. En is het thuis komen, douchen, tanden poetsen, slapen en dan kan ik mijn rust pakken. En morgen weer een nieuwe dag. Op je hoofd. We gaan. Wie hopelijk ook hun rust kunnen pakken, is de vierling in hun hekloze bedjes. Hoor jij nog? Liggen ze op bed? Nou, volgens mij niet, hoor ik ook hier. Huske, die gaat er bijna uit bed. Ja, nou laat maar even. Ze hebben altijd met z'n vier op een kamer gelegen. Ze zijn gewoon gewend dat er omgevingsgeluiden zijn. Dat er als er een huilt, dat ze niet meteen wakker hoeven te worden en zo. Als ze echt niet gaan slapen, dan worden we even streng en dan... Ik ga ze heel erg veel kletsen, dan gaan jullie echt streng kunnen worden. Ja, dan worden we streng en dan gaan ze dan wel even... Dan gaan ze uiteindelijk wel slapen, leggen ze zich wel in. Maar dan begint de grote veldslag. Rustig slapen blijkt zonder hekje toch minder simpel. Open bedjes zijn niet echt een succes. Vader Alex besluit Aukje voor meer onheil te behoeden en neemt haar mee naar het veilige bed van papa en mama. Ook bij de Buddenbrugs was het geen rustige nacht. Tayla kreeg last van hoofdpijn en hoge bloeddruk en werd opgenomen in het ziekenhuis met zwangerschapsvergiftiging. Er wordt besloten haar daar te houden, zodat ze haar goed in de gaten kunnen houden. Rob regelt intussen dat de buurman op de kinderen past. Oké. Okay. En hoe voel je je? Moe. Moe. En hoofdpijn. Hmm. Lang leven zwangerschap, hè? Ja. Hoort erbij. Misschien dit weekend heeft mijn moeder toch gelijk. Wie weet, hè? Hmm. Even afwachten. De bloeddruk van Tayla is te hoog en dus moet de baby snel komen. Papa Rob rijdt even naar huis om de kinderen daarvan op de hoogte te brengen. Nou, mama die is nu aan het slapen. En ja, goed, het ging slecht met mama. Mama krijgt nog medicijntjes. En dan over een uurtje gaan ze mama extra helpen. Of twee. Over één of twee uurtjes. En dat betekent dat mama dan snel gaat bevallen, want dan moet de baby vandaar komen. Yes! Dus dat is eigenlijk een beetje het verhaal. Nou, papa gaat dadelijk terug naar mama en dan gaan ze mama helpen. Goed? Dat de baby gaat komen.
Wat nu? Wat is het dan? Hij wil meer. Ja, het is een beetje moeilijk allemaal, hè, jong. Hoe vind je dat nou morgen bevallen? Niet fijn. Niet fijn? Waarom niet? Gewoon niet zo van bevallen. Ja. Vergeten met die bloeddruk. Ja, dat zie ik. 143 over arm. 90. Arm 90. Is die wat hoger? Ja. Het kan zomaar zijn dat ze je vannacht gaan inleiden, hoor. Thuis reageren de Buddenbrook-jongens zoals altijd de spanning op elkaar af. Ja, het is wel spannend. En je merkt ook aan de kleintjes hier dat ze echt aan het afwachten zijn tot ze nieuws krijgen dat ze is geboren. Ze zijn alleen maar druk en druk en druk. Ja. Ja. En dan komt de beloning. Na de bevalling. Ja, dat wel. Maar toch. Je moet heel hard voor werk. Dat klopt. Ik kan niet voelen wat zij voelt. Maar ik weet wel dat het heel zwaar voor haar is. En dat vind ik gewoon jammer. Kijk, dat is natuurlijk een beetje pijnlijk als je ziet dat je vrouw pijn heeft en het moeilijk heeft. Het is gewoon heel moeilijk. Ja, dat is niet makkelijk. Hè? Het vrouwtje moet al het werk doen. Dus in die zin is het gewoon echt... Ik weet niet of ik het zo mag zeggen op camera, maar soms moet het toch kloten zijn om een vrouw te zijn, denk ik. Dus absoluut chapeau, echt. Het is ongelooflijk. Dit, ja. Vervelend. Doe het goed. Het is heel spannend nu, hè? Vooral omdat ze zich niet lekker voelt. En dat ze op die manier zoals ze zich nu voelt, redt ze het niet met bevallen, zeg maar. Hè? Om dan de weren op te wekken en dan het hele stukje. Ja, dus het is nu erg afwachten. De baby moet er zo snel mogelijk uit, dus wordt besloten om de bevalling in te leiden en de weeën op te wekken. Morgen in een huis vol viert Jay de verjaardag van 3 kinderen en die dreigt helemaal in de soep te lopen. Misselijk. Het is wel water die gedaan. Dag thuis! Tot na de vakantie! Anne en Alex doen heel hard hun best om een ontspannen vakantiegevoel te krijgen, maar dat valt nog niet mee met 4 peuters. We gaan even koffiefilters halen. Doei, tot zo! En Tyla bevalt van een prachtige dochter. Voor de Buddenbrookjes blijft zo'n klein babytje nog steeds heel bijzonder. Als je hier toch naar binnen loopt met al je broertjes en zusjes en dan zie je dat er een nieuwe familielid bij is. Dat is echt mooi. Dat is een mooi moment.